Het zal gaan tussen onze twee herkansers, dames en heren. Geef ze een warm applaus. Annelien Lienjoa en Gabor. En Tanja Dexters samen met Nicolas. Ja, Tanja. Is Sterren op het IJs nog een plezant programma? Het is een... Het is nu geen leuk spelletje. Op woensdag wel. Ja, iedereen weet het wel ondertussen. Je wil dolgraag doorgaan. Hè. Had je ooit kunnen denken dat zelfs in dit spel winnen voor jou zo belangrijk zou kunnen zijn? Ik moet vooral zeggen dat ik echt blij ben dat ik al zo ver ben geraakt. Maar ik wil... Ik heb toch nog altijd die kleine hoop om te winnen. Dus ik wil... Ja, verliezen is moeilijk in dit schaatsspel. Ja, dus, ja, voor u niet alleen, denk ik. I'm nervous. Anneleen? Anneleen, ja, ik heb hier twee microfoons. Anneleen, ik zie je maar staren naar het scherm waar zo dadelijk de score op gaat komen. Is het een beetje sterven op dit moment? Ja, het is echt sterven. Ik wil het gewoon weten. Ik wil het echt weten. Och. Ja. Ik zie het aan je gezicht. Een en al stress, stress, stress. Goed, we hebben woensdag hebben gezien dat knuffelen helpt, hè? Dus voilà, daar gaan we. Oké, we gaan meteen zien wat de mensen thuis hebben beslist. Dit was de tussenstand enkele minuten geleden. In het voordeel van Tanja en Nicolas, 52%. En dan gaan we nu kijken naar de eindscore. Zeggen, dames en heren, dat Anneleen en Gabor doorgaan naar de volgende ronde. Goed, ik stel voor dat Gabor en Anneleen ook... Hun collega's gaan een gezelschap houden. Hoch, amai zeg. Over een verrassing gesproken, Tanja. Ja, dat is een verrassing, ja. Ja. Is er nog leven aan het schaatsen voor jou? Ja, terugschaatsen. Terugschaatsen? Niet voor tv, maar wel voor mezelf, ja. Ja, dat is sportief. Ik denk dat we nu ook voor jullie een filmpje klaarstellen hebben met jullie sterke en meest passionele momenten. Het is lang geleden, hè? Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg. Ik moet dat zien, maar ik vraag me af hoe ik dat moet doen. Ga, schat, want je moet. Ik heb mijn beschermde gehaald. Even kom dan, bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst naar ons lacht, dan zou ik zeggen worden zo... Ik vind het al lekker. High five. Ik wil geen ander nooit meer. Dames en heren, u heeft beslist. Nicolas en Tanja zullen er niet meer bij zijn volgende week. Hun discocure gaan we helaas niet zien. Are you going back to Canada or are you staying around in Melbourne? Well, I live in Amsterdam now, so I'm going back. Back to Amsterdam. Well, always welcome to come back here the next few weeks. Tanja, je was een fantastische kandidaat om erbij te hebben. Absoluut. Dankjewel. Ja, dames en heren, Sterren op het IJs is niet alleen schaatsen, is ook passie, is emotie en nog zoveel meer. Maar goed, voor jullie bedankt voor uw vele stemmen en voor het kijken, dames en heren. En heel graag tot volgende week. De koffers staan al buiten, de achterklep slaat dicht. Laatst al een kus in het vroege ochtendlicht. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan.
je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou.